dames en heren, jongens en meisjes. Er is echt iets zieks gebeurd. Zieke packluck op het account van het joch. En geheel onverwachts. Ja, ik ga straks bespreken hoe het is gegaan, maar echt zieke packluck. We packen namelijk een hele zieke out of position kaart. Kost meer dan 6 ton. En we packen ook gewoon nog een hero kaart gelijk erachteraan. En beide spelers staan gewoon op dit moment in de basis van mijn team. Doe even een duimpje omhoog. Echt massaal. Minimaal 2000 likes voor deze video. Abonneer even. Meer dan de helft van de kijkers is niet geabonneerd. Dat zeggen alle YouTubers, maar ik weet niet waarom. Dus doe dat ook zeker even. Speel jij net zoals ik ook FIFA 23 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in mijn omschrijving en koop jouw codes bij Start Select. En maak het nu nog mooier door mijn naam Pasky22 te gebruiken voor extra korting op jouw aankoop. Ja, dames en heren, ja, het was bijzonder. Ik had gisteren, jullie zien het nu ook in beeld, heel veel doelstellingen. Ja, en je weet hoe dat werkt. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar soms klik ik ze een beetje door. Zoals dit, die XP, en dan gerank ik weer een beetje bij die seizoensvoortgang. En ja, ik zag op een gegeven moment deze staan. Premier League top spelerspakket. Ik had geen idee wat dat is. Ik dacht misschien een paar spelers, of soms heb je wel eens gehad 2 spelers. Je kon kiezen uit Serie A, League 1 of Premier League. Nou, ik dacht, er zitten goede Premier League spelers in de promo. En ik kreeg nog een ander pakketje. Ik had hier iets van 100k pakketje voor 500 goals of zo. Ik weet het ook niet, zoiets was het. Maar het rare is, dus dat vind ik elk jaar op FIFA. Laat even weten of je het ermee eens bent. Als jij een untradable 100k pack hebt, daarom kies ik bij Rifles. Oh, dat kunnen we volgens mij straks ook gelijk nog openen, Rifles. Op het moment dat ik Rifles rewards dus untradable doe, even kijken. Dan heb ik het idee dat ze vaak beter zijn dan niet tradable. Zeg ik dat nou goed? Ja, in ieder geval. Als ze tradable zijn, dan vind ik ze altijd minder goed. Ja, dat is heel raar, maar ja. Ik weet zeker als we deze nu zouden kiezen, dat er gewoon alleen maar meuk uitkomt. Terwijl als we dit kiezen, dat je gewoon goede spelers gaat pakken. Dus ik kies meestal met rifles untradable. Laat even weten als je dat ook doet. Ja, ik heb het idee dat je gewoon meer spelers en betere spelers gaat pakken daardoor. Maar goed, laten we even teruggaan naar gisteren. Ik heb hier de beelden, want het is een beetje ongemakkelijk. Want ja, ik was gewoon, klinkt heel stom, ik was gewoon niet aan het opletten. En ineens pack ik een hele zieke speler. Laten we even kijken welke speler ik heb gepakt. De hero die we hebben gepakt is deze. Captovilla. En ja, deze is echt heel goed. Hij is lengthy met anker. Dus dat is heel chill. Hij is best wel groot. Het is echt een hele goede kaart, oprecht. 84 pace is prima. 485 is eigenlijk wel het minimale, vind ik, dat je moet hebben op de back. Maar een hele goede kaart. Maar dan, jongens, de out of position kaart die we hebben gepakt is niemand minder dan João Cancelo. João Cancelo. Maar in ieder geval, ja, deze kaart. What the fuck. Echt een hele zieke kaart. Je kan hem gebruiken als rechtsback. Als center met CDM. Ja, waar kan ik hem nog meer gebruiken? Misschien als center back, maar dat doe je natuurlijk niet. Maar wat een kaart. 600k, first owner, niet verhandelbaar. Dus ja, dit is een kaart die je gewoon het hele jaar kan gebruiken. Wat ik zeg, misschien als je straks betere CDM's hebt of CM's, dan kan je hem alsnog het hele jaar als rechtsback gebruiken. En op dit moment hebben we dus dit team gemaakt. Ik had een video met Perisic gemaakt. Ja, ik heb dit kunnen doen. Daardoor heb ik dus, ik heb Dembele kunnen verkopen en Mandi. Waardoor ik dus weer iets van 130k heb. Ik laat even de moment zien dat ik het heb gepakt. What the fuck? Het spel crasht gelijk. Oh, pas. Wat een packluck. Oh, ongelofelijk. What the fuck is dit dan? Ik open even zo'n cutpakket. Wat de hell? Oh, pas. Verschrikkelijk. What the fuck is dit nou weer? Ik ga een keer niet opnemen. What the fuck, man. Wat een packluck. Oh, verschrikkelijk. Kijk dan. What the fuck, man. Captovilla. Oké, maar goed. Dat was dat. Dit is dus het team. We hebben nog 130k over. Ja, er zal niet veel bij komen. Doordat we, ja, geen coins natuurlijk krijgen uit deze packs. Maar goed, ik denk, ja, wie weet hebben we hier nog gewoon geluk. Ik zeg het je, untradable packs zijn altijd beter. Hier, wat zeg ik je? Oh. Maar ik vind het ook gewoon handig. Lekker voor de SBC's. Ja, is prima. Hier, Inform Walkout. Wie is dit dan? Sommer? Oh. Oh, Kobo. Oh, Kobe Kobo. Oké, ja, dit is toch lekker. Weet je, zo'n 85 Inform. Altijd handig voor SBC's. Oké, nog 2 zeldzame spelerspakketten. Ja, hier gaat, moet een Walkout in zitten. Het is untradable. Het is een goed pakket. Wie de fuck is dit? Ja, oké, als je dit ziet. Ik heb tot nu toe niet echt een hele lekkere speler gehad. Oké, nou, de laatste. Kom op, Walkout. Nee. Oké. Okay. Nou, vandaag was er geen goede keus. Ik had misschien vandaag wel voor trade moeten gaan, maar ja. Ja, dus we hebben dit team. We hebben nog 123k. Ja, wat zou ik nog moeten upgraden hier? Ja, moeilijk. Ik vind het nu wel heel moeilijk worden. Perisic is namelijk echt fucking goed. Maar ik gebruik hem dus nu op de flank. Ik heb
Cassie en Kano en Cancelo als CDM's. Maar ja, Cassie die... ik ben benieuwd of hij... Zal hij nog een upgrade krijgen dit jaar? Want hij heeft natuurlijk een upgrade gekregen. Eenmalig. Maar ja, hij zou nog een inform moeten pakken. Hij speelt niet op het WK. Eigenlijk baal ik misschien een beetje dat ik hem als once to watch heb gehaald. Hij is wel heel goed. Maar ja, ik denk eerder dat je straks misschien met Pierce en Cancelo op middenveld gaat spelen. Dat je Cassie en Kano eruit gaat halen. Ja. I don't know. Goed, laten we even een potje spelen. Ik had gisteren volgens mij al één goede goal opgenomen met Cancelo. Oh, dat was hier. Kijk, dit is hoe hij goed is. Kijk, hoe snel hij onderschept en zijn snelheid en zijn finishing is ook fucking goed. Dus dit zijn echt momenten, denk ik, dat ik hem het meest ga gebruiken. Zijn onderschepping was, ja, vond ik echt bizar. We gaan 5-0 in de weekly kwalificatie, dus ja. Ik wil eigenlijk die weekly kwalificatie, omdat we toch nog tijd hebben vandaag, even goed afmaken. Krijg je ook weer goede pakketjes uit. Oké, is onze tegenstander. Trezeguet, lijkt me best wel een leuke kaart dit jaar. Haaland, dit is geen buitenspel. Ja, dit is het enige wat je moet doen met hem. En dan Korthoek. Bam! Ja, ik ga gewoon sparen voor Haaland in vorm. Dit is gewoon hoe ik speel. Dit is gewoon zo lekker. Cancelo, hier is hij voor het eerst aan de bal. Wat kan hij? Hij is snel. Ja, dat weten we. Dit doet hij fantastisch. Cancelo, doe het zelf dan maar. Ah, jammer. Ik denk dat hij best wel goed op goal was. Maar hij werd aangeraakt. Och. Wat is dat voor een corner? Ik dacht dat die keeper hem zou hebben. Ja, dit is de beste manier ook voor corners. Als je nog niet doet, doe dit. Keeper movement, goed, Courtois. Zo chill, zodra je die keeper movement doet, is het klaar. Haaland, ja, dan gaat hij weer. Ja, dit is het goede moment om te timen. En dan schiet hij hem erin, tuurlijk. Ja, dit is, ik zweer het je, dit is echt mijn FIFA. Dit doet me zo aan FIFA 12 denken. Dit is, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is zo lekker. Je wacht gewoon tot Haaland bijna die laatste man kruist. En je doet L1, R1 driehoekje. het is zo simpel, ja. Onze tweede tegenstander, Van Dijk. Oeh, bijna dezelfde achterhoede als, ja. Hij had gewoon dezelfde achterhoede als ik. Sowieso 5 spelers gewoon als ik. Perisic heeft hij dan ook. Ja, deze snapt het wel. Wat is dit dan? Ah, dit is zo kut. Dat heb ik altijd met Van Dijk. Dan, hij is zo goed en fysiek sterk. Oeh, dit is wel kut. Waar zal hij schieten? Ik denk dat hij rechts gaat. Ah, rechts voor de keeper. Gaat hij, Perisic. Kijk dan. Perisic heeft dus 84 pace. Kan makkelijk Mandy gewoon, ja, niet eruit rennen dan. Want Mandy is volgens mij ook lengte, maar hij doet het gewoon heel goed. En ik zweer je, als ik daar Salah had of zo, 90 pace, of wat heeft hij? Die wordt er dan uitgerend. Dat is heel krom, maar... Ja, Haaland! Oh, keeper movement in de hoek waar ik dus ging schieten, maar... Ja, maakt hem niet uit. Groen getimed. Door die keeper heen, volgens mij. Cancelo, goed gedaan. Laat het eens zien. Groen Ja, daar gaat hij weer. De machine. Ja, het is gewoon niet meer leuk. Echt... Ik vind het gewoon niet eens meer leuk. Ja, oprecht. Ja, ik vind het gewoon niet meer leuk. Het is gewoon, het is gewoon niet meer leuk. Oké, what the fuck? Ik dacht dat schot, het leek echt een schot die fucking ver naast ging. Wat wel? Binnenkant paal en dan vanuit die hoeken nog in. Nou, dat is best knap. What the fuck, man? Oh mijn god. Hoe komt hij er zo tussen? Het is 2 man. Shit, die gast is flink aan het pompen, jongen. Hier, Cassie. Laat het zien! Ah, jongen. Hij solliciteert echt naar een wissel. Kiewel! Oh, heerlijk. Hij deed weer die keeper movement in de goede hoek, maar ging hij dan te ver naar links? Ik weet het niet meer. Weer iets. Geen buitenspel. Kom op. Laat het zien waarom we je hebben gekocht. Wat doe ik? Oh, dit is zo stom. Oh, wat een kans. Piercies, als ik gewoon had geschoten, hadden we gewonnen. Maar goed, verlenging. Gaat hij Insigne? Dit is geen buitenspel. Wie is dat? Harry? Nee, wat een aanname. Vieze stokbrood. Nee. Je ziet het aan alles. Ah, wie is die gek dan? Die lange gek. Is dat die andere Traoré? Of niet? Cancelo, kom op. Deze video draait om jou, jongen. Laat het eens zien. Harry! Shit, wat gebeurt hier? Wat moet ik doen in de dribbel? Goed, Vinicius. Hey, scheids! Kijk die Touré dan, wat een gek. Kijk, hij weet niet eens waar de bal is. Oh, het is die Walker, goed. Misschien nog één moment. Moet hij nu naar voren? Godverdie, Cassie. Cassie, wat doe je nou? Ah, vreselijk. Hoe kan ik deze verliezen? Oké, dames en heren, dit was de video. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Ziek team, wat moet ik er nog meer over zeggen? Leuk team. Helaas dat we hebben verloren. Maar goed, ik moet nu snel naar mijn moeder. Ik ga even met mijn moeder lunchen. Oké, ciao ciao mensen. Bye bye.